Naar jou, Lisette. Wereldleiders spreken hun zorgen uit over de aangekondigde referenda in Oekraïne. Ja, bijvoorbeeld minister Hoekstra, laten we even bij ons eigen land beginnen, van Buitenlandse Zaken natuurlijk. Hij zette op Twitter dat hij het ziet als niets anders dan een nieuwe schaamteloze, onwettige manier om internationaal erkende grenzen te veranderen. Het enige wat Poetin hiermee bereikt is dat Nederland Oekraïne nog meer steunt en hen helpt. Bijvoorbeeld met extra wapens, zo schrijft hij. Gisteren kondigde het hoofd van de Russische regering aan dat de bevolking van 4 gebieden in Oekraïne zich nog deze week kan gaan uitspreken over of zij bij Rusland willen horen. Eigenlijk hetzelfde als wat in 2014 ook op de Krim al gebeurde. Laten we even kijken. We hebben de koers naar het samenwerken met Rusland en we gaan niet meer terug. Op het resultaat van het referendum wil ik persoonlijk naar de president van de Russische Federatie, Vladimir Vladimirovich Poetin, о том, чтобы как можно скорее он юридически был утвержден. In Oekraïne wordt rekening gehouden met verstrekkende gevolgen van zo'n zogenaamd ja. Als ze dus bij Rusland gaan horen, dan zou er sprake kunnen zijn van een algehele mobilisatie in Rusland en van nieuwe nucleaire dreigementen. De Verenigde Staten hebben ook gereageerd. Ze zullen nooit erkennen dat Rusland de regio's inlijft. Zo schrijft Jake Sullivan. Hij is de nationale veiligheidsadviseur van president Biden. Hij sprak van een belediging van de principes van soevereiniteit en territoriale integriteit. Er zijn nog veel meer andere wereldleiders die ook hebben gereageerd. We hebben ze even achter elkaar gezet. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz bijvoorbeeld. Ja, we zien hier natuurlijk degene Jake Sullivan. En hier zien we meneer Biden. Hier is hij, meneer Scholz. Die zei in New York dat de schijnreferenda in strijd zijn met het internationaal recht en niet zullen worden geaccepteerd. Volgens de Franse president Emmanuel Macron zou het cynische plan grappig zijn als het niet zo tragisch was. De internationale gemeenschap zal de resultaten van deze parodie in ieder geval niet erkennen, zei hij. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen betoogde dat de referenda het VN-handvest duidelijk schenden. En ook zagen we net nog de Poolse president Duda. Hij noemde de referenda waardeloos. Volgens hem wordt het resultaat niet in het stembureau, maar in Moskou bepaald. En de uitslagen zullen dan ook niet worden erkend. Ondertussen is gisteren de hele avond vol spanning gewacht op een speech. Een speech van Poetin, een toespraak over de speciale militaire operatie, zoals hij het nog steeds blijft noemen, in Oekraïne. Volgens de laatste berichten wordt die speech zometeen tussen 8 en 9 uur onze tijd uitgezonden. En op sociale media wordt inmiddels al druk gespeculeerd over de inhoud van die speech. Wat zal hij gaan zeggen? De meeste berichten gaan over de afkondiging van een algehele of gedeeltelijke mobilisatie. Mannen van 18 tot 65 zouden vanaf 12 uur Moskouse tijd Rusland niet meer mogen verlaten. Dus vanaf gisteravond al niet meer. Wacht u ook met spanning af wat Poetin daar zal zeggen? Absoluut, ja. Maar ik denk dat we natuurlijk weten wat er dan waarschijnlijk aankomt. Dat is het gaan zeggen, dat stukje Oekraïne, dat die dan nu Russisch zijn, bij Rusland gaan horen met een nep-referendum. We hebben allemaal gezien natuurlijk hoe die Oekraïners in die bevrijde gebieden soldaten huilend in de armen vielen, dat ze eindelijk niet meer onder dat schrikbewind van Rusland zaten. Dus wat moet hij dan het antwoord op zijn? Kijk, het is duidelijk dat Poetin dit doet uit zwakte. Want hij is die oorlog aan het verliezen. Hij verliest terrein. Er zijn heel veel soldaten van Rusland al niet meer inzetbaar of om het leven gekomen. We zullen Oekraïne nog meer moeten steunen. En dat betekent ook, en dat ga ik vandaag ook in het debat vragen, dat we nieuwe wapensteun gaan geven. Want Oekraïne zal tegen die enorme nieuwe toestroom van Russische soldaten toch weer meer hulp nodig hebben. Ze hebben die gebieden kunnen bevrijden met hun eigen moed. Maar ook met de westerse wapens die ook wij als Nederland hebben geleverd. Mm-hmm. Daar zullen we nu nog meer geld voor moeten gaan inzetten. En ik hoop dat premier Rutte dat ook kan toezeggen. Ja, want zoveel wapens hebben we niet meer zomaar liggen natuurlijk, toch? Nee, maar wat we dus wel kunnen doen is bijvoorbeeld meehelpen met het betalen van aankopen van wapens van Oekraïne bij andere landen. En dat we op die manier ervoor zorgen dat ze wel door weer nieuwe munitie krijgen. Dat ze de raketten kunnen krijgen en ook de tanks krijgen die ze nodig hebben om zich te kunnen verdedigen en om gebieden te kunnen blijven bevrijden. Ja, verdere escalatie van dit conflict. Nou, het is natuurlijk al volledig geëscaleerd. Maar betekent dat nog iets voor de energieprijzen? Of wordt dat steeds minder afhankelijk daarvan, omdat wij ook iets onafhankelijker worden van Russisch gas? Nou, daar zijn natuurlijk hele belangrijke stappen al in gezet. Ook in gezamenlijkheid vanuit de Europese Unie. Hè. Ook ten aanzien van olie. Vergeten, het gaat niet alleen om gas. Steeds meer afbouwen. Daar wordt keihard aan gewerkt om zo snel mogelijk daar helemaal onafhankelijk van te zijn. Bent u dan bezorgd over de fase waar we nu in gaan? Ja, natuurlijk. Gewoon voor de mensen in de Oekraïne. Maar ook voor de Russen. Je moet het er ook niet aan denken. Al die jonge jongens daar, als die met een algehele mobilisatie, waar die op afgestuurd worden. Dus het is wat de heer Paternotte net al zegt. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dus daar zijn we wel heel erg bezorgd over wat dat voor de wereld weer kan gaan betekenen. Dus. Ja.